Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog, de vlog nummer 22. En we gaan vandaag weer op stap met de kalf. En we gaan ook weer voeren vandaag. Ik ben al in mijn koffie aan het zetten. Ik ben net wakker, ik heb net gedoucht. En mijn haren ook net gedaan. Het ziet er nog alleen nog niet helemaal charmant uit. Maar dat komt straks wel goed. We gaan dus zometeen voeren. Eerst koffie drinken, voeren. En daarna gaan we als het goed is weer met de kalf op stap. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Om met de kalf weer op stap te gaan. En dan kijken of dat een beetje werkt vandaag. Of dat een beetje beter zit. En of dat het goed komt. Dus dat gaan we vandaag allemaal doen. De kalf wandelen de twee keer. We gaan ze morgens met de kalf wandelen. En we gaan ze middags met de kalf wandelen. Dus dat moet wel goed komen, denk ik. Zo gezegd eigenlijk. Vind je de vlog leuk? Allemaal leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal. En ook natuurlijk op de andere sociale media kanalen. Onder andere Twitter zit ik op. Op Twitter, Facebook, Instagram. Kom erbij. En je blijft op de hoogte. Wordt op de hoogte gehouden. Van wat wij allemaal zijn aan het doen. Met natuurlijk onder andere ook af en toe een paar live filmpjes op Facebook. Dat is natuurlijk ook erg leuk. En op Instagram heb ik ook nog niet echt veel live gegaan eigenlijk. Dus dat gaan we ook maar even weer doen. Beetje ongewist. Ene keer Facebook, andere keer Instagram. Dus kom erbij. Als je het nog niet hebt gedaan, abonneer ook even op andere sociale media kanalen. Onder andere op Twitter, Facebook en Instagram. En zoals op Facebook krijg je een followback terug. Uiteraard dan volg ik jou ook terug. En volg jou ook. Als jij mij op Instagram volgt, volg ik jou ook natuurlijk terug. Dat is dus natuurlijk wel erg leuk. Dus ik ga eens eventjes lekker koffie drinken. Jongens, tot straks op de boerderij. We zijn aan het voeren op dit moment. Binnen kalveren hebben we al gehad. We zijn ongeveer bezig met andere kalveren ook aan het vastzetten. Maar we gaan zo meteen instrooien de bende. En dat is deze stal daar, die gaan we instrooien. En dan gaan we gewoon zien hoe het de dag gaat brengen. We gaan ook met de kalf wandelen. Naar het instrooien. Dus we hebben er onwijs wel zin in. Ik ga hem snel verder voeren. Je ziet me zo meteen wel terug. Zo, we hebben net gevoerd. Melk gegeven, konijnenwaarde gegeven en zo meteen gaan we weer strooien en dan, weet ik nog niet, misschien nog met een kalf veranderen of zo voor de pauze, tijd voor hem. Pauze, koffie. Zo, konijnen gevoerd, kalveren gevoerd, de kleine kalf is gevoerd met melk. En dan gaan we dus van de opstrooien en dan begint we eerst hem met de vork erop te zetten op de rekker. Gaan we even kijken, dan gaan we vast een beetje losmaken. Dat moet ook gebeuren. Dat is één. Dat is twee. Die doen we zo meteen wel eventjes. Er staat me nou eerst in de trekker. Vork er hem aan zetten. Ja. Stoel hem iets naar voren. De deur is er weer een keer kapot. Dat wordt leuk. Lekker gevaarlijk.
Ik ga de camera hem een beetje omdraaien, dan kan je meekijken. Zo. De vork, dus we kunnen zo tegen voeren. Ja, er is nog geen pauze eerlijk gezegd, dus we moeten even kijken, want mijn deur is weer eens een keer kapot. Nou, we zitten, mijn deur is weer kapot. Lekker dan. Ik kwam naar de bedrijfsleiding toe en zei dat de deur kapot is. En dan ga ik even kijken wat we ermee kunnen. Maar dat is wel gevaarlijk. Ja? De deur niet op slot kan, je zit op de openbare weg. Ja, dan heb je toch wel last van ongevaarlijk gedrag. Zeg maar. Met de deur kan inkelen. Je moet heel veel anderen doen. Schakelen, sturen, als alles. Dus dat is een beetje vervelend. Ja. Dus ja, we gaan eens even een melding van maken dat de deur kapot is. Zo, we gaan al instrooien van de stal. We gaan een keer kijken of alles daadwerkelijk echt vast zit. Want ja, je wil niet hebben dat er loopt sowieso een paar kalveren buiten rond. Twee, als ik het zo goed bekijk, zijn twee jonkies. Die hebben de kop nog niet zo dik, dus die... We kunnen er makkelijk door die hekken heen, zeg maar. Ook al heb je die hekken dicht zitten. Voor de zekerheid even kijken of alle hekken daadwerkelijk dicht zitten. Ja. En die heeft door. Ik zal even een steuntje helpen. Kom eens. Kom eens. Kom, hup. Kom eens. Ja, dat lukt niet. Lopen er drie bouten rond. Oh, vier. Nou, vier hebben dus lopen al vier bouten. Vijf. Vijf lopen de bouten rond. Nou, dan moeten we kijken hoe dat gaat. Ik denk dat het wel lukt in principe. Dus vier lopen de bouten rond. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nou ja. Dag. Maar we gaan dus deze stal gaan we dus instrooien. En met behulp van deze barrel, de trekker. Dus ja, ik heb er nog wijs veel zin in, dus laten we ook zomaar beginnen denk ik. En de balen die komen vanaf die zijde.
daar staan die ballen worden als goed is gebruikt. Ja. Ja, dus die ballen die daar op gezien stapel, die gaan gebruikt worden. Maar ik heb de vork even schoon. Dat is ook even de rotzooi eraf schrapen. Dan gaan we zo beginnen. Kon daar, die staan allemaal buiten gras en een paar zitten er binnen en de rest is allemaal buiten. Dus we gaan zo beginnen. Ik zou zeggen, ik ga hem even aantrappen en dan gaan we beginnen. Yo! Met de stroobal voor op de vork voor op de trekker. En ja, de deur is een beetje. Dat kan nog niet dicht. Daar moeten we een beetje mee opletten, dat moet wel gemaakt worden, want ik ga zo ook niet echt niet alle weg op. Want ik moet wel de trekker die waar ik mee op weg kan. We gaan dus instrooien, wacht eens mijn collega's die gaan helpen, die gaan instrooien. Ja. Ze denken altijd 11 uur is pauze voorbij. Nou, dan gaan we aan het werk. Maar nu hadden we altijd nog 5 minuten voordat ze een keer aankomen bij. Zullen we trekken naar boot? Dus ja, dan gaan we maar eens even wachten totdat ze komen, zeg maar. Dus zodat we kunnen beginnen. Oh, fuck. Ja, ze moeten maar eens hem opschieten. Want het is al die dag gezeur. Dan holden ze iets meer lange pauze. Maar ja, goed. Je kan het ook niet alleen doen, laat ik het zo zeggen. Want je zit wel met de beesten die loslopen, die door de gaten heen kunnen van de voederrek. Ja, als dat een beetje, als dat te groot zijn voor de kop, voor de kalven, ja, dan. Je hebt geen zin dat je in één keer. In plaats van eerst rooien achter de kalver aan moet gaan rennen omdat ze ontsnappen. Dus, ja, je moet het altijd wel iets met z'n tweeën, met z'n drieën, misschien wel met z'n tweeën, misschien wel met z'n drieën doen. En nou, als afwachten, kijk, de koeien zijn al, de kalveren zijn al vast. En het is ook geen pretje om vast te zijn, kan ik je vertellen. Ze willen allemaal los. Ja, je moet eigenlijk zo snel mogelijk beginnen, weet je wel. Gewoon naar de koffie meteen, dat werk zo ben ik gewoon. En, ja. Dan zeggen ze, ja nee, een beetje rustig aan, wacht wel even. Ja nee, het is het feit dat die kalveren, die zitten vast. Nou, dat is geen prikking. Als wij vast zitten, jij achter de computerscherm of achter het telefoonscherm. En jij zit een paar minuten vast in de voederrek. Ja, het is geen pretje. Dus, ja, daar komen ze al aan, dus we gaan gewoon beginnen. We zien elkaar zo meteen wel weer. Ajo! We hebben ingestrooid. En nu gaan we de... Hek weer losmaken. Voor de kalveren. Die gaan weer al vrij. En wij zijn klaar. En de laatste twee ringen. Zo. We maken ze los. Kijk. Ga de camera maar even draaien, dan kan je meekijken. Kijk. Schoon ingestrooid. En ze vinden de partij lekker. Zo, we zijn weer bezig met de kalf aan het wandelen. Het gaat al wel wat makkelijker dan maandag, moet ik zeggen. Hij is wel wat aan gewend. Kom maar. Kom maar. En kom maar, wat losjes. Nu tenminste een betere hals erom.
Hij is nog een beetje bang. Ik ga de camera met zijn mond draaien, kan je meekijken. Zo, brood is op. We zijn aan het werk. Appetie. Schapen drijven. Oormerken. Ze lopen goed mee. Zo, we zijn net de schaapjes aan het oormerken geweest. Die hebben nou oormerk van die kleine geeltjes. Partij sterke dieren en we gaan ze om dit terugbrengen naar het land. De ram is al weggezet, die zit nu in de ezelweide. En wij gaan zo terug naar het land om de schaapjes eraf te zetten. En dan komt Mikal ook alweer aan de loop. Oh nee, dat is die niet, dat is die andere, dat is deze. Ik zit ook met de king, ik zal ze hem kijken of ze of die reageert. Zo, de schapen die zijn gemerkt, schapen zijn terug in de wei hier. Afzettingen klaarmaken, stoom erop en knallen met die handel. En daar staat de ram, ja, die moet van de groep af. Dan gaan we snel verder. Ja, de kabels liggen er weer mooi aan. We gaan koffie drinken, zo tegen gaan we weer met de kalf handelen. En dan eerst een koffie drinken. En daarna gaan we aan de wandel met de kalf. En de draad ligt er mooi bij. Al zeg ik zelf. Zo, laatste klus gekregen. We moeten plastic over aan. En dan trekken we je uitving. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Vond je hem leuk? Duimpje omhoog. We hebben vanmiddag nog even weer gewandeld met de kalf. We hebben helaas geen beelden van vanmorgen wel. Het ging eigenlijk vanmiddag wel wat beter en wat vlotter. Meer lopen bokken, maar ja, dat heeft te maken met het geluid en dat soort dingen. Maar vrijdag zijn we er weer. Vrijdag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot vrijdag. En als je vrijdag niet kijkt, adjo!